Lambrechts. Het is 2012. Als we tellen, dan doen we er 30 jaar vanaf en 2 jaar erbij. Dan komen we bij 84 uit. Dat was jouw marathonjaar, jouw Olympisch marathonjaar. Is al zo lang geleden. Ja, nou je me dat zegt. Ik zag er zelf ook van te kijken, waar gaat de tijd heen? Voor mij was het de dag alsof het gisteren was. En ik voel dat ook nog steeds zo, ja. En zeker als je hier bent in zo'n Olympische atmosfeer hier in Londen. Ja. Wat is jouw Olympisch gevoel? Ja, ik denk dat het, als ik krachtig omschrijf, Marte Kaat heeft laatst gezegd, eenmaal een Olympia, altijd een Olympia. En dat is eigenlijk wel het Olympisch gevoel. Als je hier bent, is dat ook zo, ja. Dat is toch een samenloop van sporten bij elkaar die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. En die saamhorigheid en die verbroedering, die zit hier echt in. En dat heb ik gisteren ook wel gemerkt, als je hier gewoon rondloopt en sfeer proeft, ja. En die trots zit ook in jou zelf, denk ik, hè? Ja, in zoverre trots. Als je ooit een keer een Olympische Spelen hebt mee mogen doen, dan is dat een trots. Alleen de Olympiade van 84 voor mij was geen succes, maar dat is een ander verhaal. Iedereen denkt natuurlijk, hij gaat aan de marathon kijken. Of ik aan de marathon denk? Niet alleen. Natuurlijk, de marathon is afsluitend. Het is altijd een bijzonder spektakelstuk. Marathon is altijd, zit dramatiek in heel riek. Maar de Olympiade is natuurlijk veel meer dan de marathon. De hoogtepunten van allerlei fronten, of nou turnen is, of wielrennen, of de sprint, of de zwemmen. Er zijn zoveel hoogtepunten. Je hebt al eerste indrukken kunnen doen van Londen. Wat is je opgevallen? Erg druk op Olympisch Park. Ik ben gisteren geweest, heel erg druk. En de metro ook waanzinnig druk. Je loopt toch veel af, alles bij elkaar. Hoewel het Olympic Park is alles vrij complex, alles zit redelijk goed bij elkaar. Dat is aan zich heel goed georganiseerd. Veiligheid, ja, ik moet zeggen, ik zat gisteren in de metro en er zit een Zwitserse turner. Die staat gewoon naast je in een outfit met een kaart om, met naam en alles erop. Dus wat dat betreft zet ik daar toch wel mijn vraagtekens bij. Ik ben gisteren nog in het Holland Heinekenhuis geweest. Ook erg druk, veel Nederlanders. Dat is echt een feest daar. En die mensen die daar naartoe gaan, die gaan over wat feesten. Ik moet zeggen, ook het internet gebeuren in deze tijd voor communicatie, waar het allemaal om moet draaien, dat loopt toch wel spaak. Je kunt overal op wifi doen, maar het ontvangst is vaak magertjes. Dus allerlei indrukken die zeggen, dat was anders dan 28 jaar geleden.